2-2. Als we het bij mij houden, dan is het toch wel voornamelijk het sociale aspect waar ik heel veel energie in wil gaan steken. Waarom? Omdat ik een partner heb die een herseninfarct heeft gekregen en moest dus ruilen naar een geschiktere woning. En wat er toen allemaal op mijn pad gekomen is en dusdanig drama geworden dat... Nou, onder andere het filmpje Huizenruil heeft ervoor gezorgd dat we na 7 maanden strijd toch een woning in Vathorst hebben gekregen waar ze wel met de rolstoel naar binnen kon. Maar toen werd, omdat wij samen gingen wonen, ik als haar mantelzorger, werd dus de huursubsidie stopgezet, werd thuiszorg, huishoudelijke hulp werd allemaal stopgezet. Zonder enige vorm van discussie. Ja. En ondertussen hoor je dan wat er allemaal voor prachtige voorzieningen zijn, maar als je ze aanvraagt, krijg je ze niet. Nou, ik denk dat ik inmiddels het een en ander geleerd heb over hoe je dat soort dingen aan moet pakken. En als ik nu in de raad zit, hè, daar zitten dan 38 mensen, hoogopgeleid, zich druk te maken over bouwprojecten en economie in Amersfoort. En ik denk, daar kan er best eentje tussen zitten die gewoon in een gewoon algemeen begrijpelijk Nederlands vertelt dat er ook nog iets voor de burger moet gebeuren die problemen heeft. Geld is een middel om dingen te ruilen en dat is op zich al niet zo'n goed proces natuurlijk. Maar als je dan van dat geld ook nog een doel gaat maken in plaats van een middel, dan loopt het helemaal uit de hand. En als je dan hoort dat er honderden miljarden subsidies in het bankensysteem gestopt worden en een jaar later gaan de bankiers alweer met diezelfde honderden miljarden aan bonussen eruit. En ondertussen hoor je alleen maar waar wij voor gaan betalen. Ja. Dan is het niet denkbeeldig dat de crisis nog moet beginnen in plaats van dat ze al afgelopen is. Nou ja, ze hoeven niet allemaal op de NCPN te stemmen. Wij zijn zeer realistisch en blij met 1 zetel, maar nog blijer met 2. Maar als je zegt een stukje sociaal evenwicht in deze kapitalistische maatschappij, dan denk ik dat het een goede gedachte is om even de punten van de NCPN te lezen en misschien op de NCPN te stemmen. Succes. Hey, dank u wel.